Wij gaan een cadeautje openmaken voor Tessie Silver. Goedenavond. Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de verjaardagviering van Tessie Silver. En we hebben een mooie taart voor jou, Tessie. Ik schot me weer een apenlazerus en gelijk naar beneden gestierd. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, liefdatties! Welkom bij weer een nieuwe video. Wij gaan een cadeautje openmaken voor Tessie Silver. Die heeft gehad van oma Elsje. Wat heb je gekregen? Deze. Deze. En wat is deze? Oké. Een stuur. Zo, dat zie je goed. Goed zo. Ga jij papa meehelpen? Ja. Met je boor? Ja. Kijk, ik heb een dit. Ja. Ja. Oh ja, goed zo. Oh, hij is in Frankrijk. Zit hij al vast? Zit hij ook al vast daarachter? Ik moet goed vastzetten. Zit hij vast? Ja. Ja? En dan ik? Andere kant, die daar. Andersom. Andersom, met het ventieltje naar buiten. Oh, en dit zit goed. Ga je laten werken bij Max Verstappen, Jessie? Ja. Oké. Okay. Tik-tik. Goed aan het filmen, Jessie. Je hoeft niet meer op het knopje te drukken. Dan doe je hem uit. Oh. Kijk, hè? Ja, goed zo. Doe maar filmen wat papa aan het doen is. Zeg? Ja. Cheese? Cheese! Cheese! Hey, zit je lekker? Ja. Lig je lekker, schat? Ja, hè? Toppie! Dus voor alle ouders waarvan de kindjes niet zo goed slapen, gewoon een boldercar kopen en een rondje gaan wandelen. Ja. Zo, dat gaat goed, hè? Goedemorgen, het is 4 maart en al het heerlijke zonnetje schijnt weer. Ik moet wel zeggen dat mijn handen nog erg koud zijn, maar het zonnetje is heerlijk. En het wordt als het goed is vandaag een heerlijke dag, want ik ben aanbevolen door mijn lieve kapster bij Elite Balance. En dat is omdat zij zo lief zijn om iemand die in behandeling zit voor kanker of het net heeft gehad, om die een gratis behandeling aan te bieden. En dat vind ik natuurlijk echt hartstikke nobel en super lief. Dus ja, daar ga ik vandaag van genieten, hopelijk. Want ik hoorde iets van een bindweefselmassage en volgens mij zijn die meestal wel pittig. Maar ik ben benieuwd, we gaan gewoon even lekker kijken en ontspannen. Nou, ik ben weer haar broer hoor, jongens. Dat was heerlijk. Super. Lekker op het gezicht en de hals. En ik heb ook nog een cadeautje meegekregen. En ze werken met de producten van Hanna. En het was heerlijk. Dus ik kan er weer tegenaan. Ik ga nu naar de apotheek. Want mijn calcium vitamine D tabletten zijn op. Dus ik moet even een extra voorraadje halen. Goedenavond. Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen. Voor de verjaardagviering van Tessie Silver. Morgen gaan we lekker gezellig zijn verjaardag vieren voor familie, vrienden en de kindjes. Daar hebben we heel veel zin in. En Sergio die is alweer bezig in de keuken. Lekkere bolletjes aan het draaien. Hij heeft de soesjes lekker ingesmeerd. Chocoladepyramide. Chocolade. Hier. Elena maakt de taart, hè? Niet verkeerd, ja. Hè? Nee, zeker niet. Elena die maakt de verjaardagstaart en deze kippenbouten.
Dan hebben we nog een heel ding vol met allemaal lekkers. Ik ben bezig geweest met kleine cadeautjes voor de kindjes die langskomen. Dat is een eihouder. Eigenlijk voor de paas. Dus ik heb er wel op geschreven alvast een paar Pasen. Beetje vroeg, maar niet uit. Dus om je eitje makkelijk te kunnen versieren. Vond ik wel grappig. Ik denk iets wat je ook nog kan gebruiken. Volgens mij hebben die al een keer gekocht. Een paar jaar geleden. Voor Jessica. Nou, kan me er helemaal niks van me heen. En wat hebben we nog meer? Nou, Elena die maakt dus de mooie taart. We hebben nog kippendijen. Nog kippendijen naast de kippenbouten. 100 soorten kaas. 100 soorten kaas. Vleeswaren. En we gaan gevulde eitjes maken. Ik ga nog... We hebben stokbrood. Aubergines roosteren. Oh, lekker. Ja, we hebben ze uitgenodigd vanaf 2 uur en dat ze dan ook lekker gezellig mee eten. En we hebben wel besloten om, als iedereen nog trek heeft, om maar gewoon Chinees te gaan bestellen. Dat betreft gaan we gewoon even een keer wat makkelijker doen. En doe hopelijk een hebben we volgend jaar. Ja, doen we even een Fransje. Even een Fransje bouwen. Even een Fransje. En dan hopelijk kunnen we volgend jaar nog wat groter. Vers pizza's maken. Ja, in je eigen keuken. Je eigen pizza oven. Ja. Helemaal zin in. Maar dit is alweer de tweede verjaardag van Jessie bij mijn moeder. Ja. Ja. Even jammer geweest met de corona, maar verder. Ja, verder is het nog leuk. Nou, wordt vast leuk, we gaan even verder. Nou, kijk eens aan. De slingers hangen weer voor onze kleine grote knul. Ja, jij ziet er wel leuk uit. Dankjewel. Moet je even wachten tot Jessie wakker is. Ja. Ik heb. Even kijken of ik mijn pak pas. Mijn nieuwe kleding aan. Ja. Zelf een versie gepakt. De vorige keer had ik een beetje denk, ja. Natuurlijk krijg je het niet. Ik ga voorbij. Goedemorgen, het is
is weer ochtend. De dag na het verjaardagsfeest van Jesse Silver. Het was super leuk. Hé, lieve vriend? Ja. Ben je blij met je cadeautjes? Ja. Ja? Nou, was super leuk. En vandaag hadden we wel weer even de schrik van ons leven. Want Jesse Silver die stond boven aan de trap en die verloor zijn evenwicht. En die, ik zie hem zo naar beneden donderen. En dat is echt heel erg schrik, hè? Toen wilde hij even een Paw Patrol sticker pleister op zijn hoofdje. Gelukkig gaat het goed. Halleluja. Ik schot me weer een apenlazerus en gelijk naar beneden gestuurd. Ik heb hem dit keer wel zelf op laten staan en naar me toe laten komen. Ja, godzijdank ging het goed. Hij huilde en man. Niet te doen. Nou, gelukkig gaat het goed. Ik heb straks een gesprek met mijn armenarts. En daarna komt zijn vriendinnetje Kenzie nog even langs. Hè? Wij gaan lekker de vlog afsluiten. Goedemorgen, slaaphoofd 3.0. Les is vies. We hebben een paar dolle dagen achter de deur. Oké, wel stel, ja. Nina, arme kleine Nina, die heeft gewoon een klein breukje in de knie. Oh. Ja, super zielig. Nou, in ieder geval. Het was wel een leuke, leuke dag verder. We hebben genoten. Ja. Voor de leuke vlog, doe even een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten en we zien heel graag jullie reacties. Tot de volgende keer. Ciao.